Bingo Town! Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe... Vraagje Vrijdag! Wij zitten hier al buiten, misschien denk je wel de jury afgeleid, maar hij is de vragen aan het zoeken. Wij zien jullie zo meteen na de bumper. Vraagje Vrijdag! En dan bedoel ik niet de bumper van Enzo Knol, die hond, weet je wel. En dan... Ja, we snappen. Mijn leven. Heb je leuke vraag gevonden, Jury? Ik heb een hele leuke vraag, moeder. Wiens van jullie moeder is de grootste milf? Ik denk oprecht die van Jury. Jouw moeder. Die kaart is heel hard. Eerste van moeder. Hoi mam, als je dit kijkt, sorry. Dat van jou als milf afgekomen. Ik weet niet of het komt dat ze echt een milf is of dat het meer gebrek aan beter is. Ja, dit is echt mijn moeder en jouw moeder. Ja. Daar wil je niet aan. Ik heb jullie moeders nooit nog laten zien. Jullie hebben mijn moeder wel gezien. Zeker. Ik heb nog nooit iemand. Ik heb Rick's moeder niet gezien. Ik heb Jordi's moeder nooit gezien. Ik heb Cedric's moeder nooit gezien. Wauw. Echt een moederloos figuur. Ik heb die van jou gezien, die van jou, die van Rick. Die van Cedric niet, nee. Oh, Cedric. Dat was een hele vieze. Oh. Ja, ik zat ook, Cedric. Het gaat niet over je moeder, het gaat over jou. Nee. Laten we de volgende. De vraag is, krijgt Jordi ooit een vriendin? Oh, nee. Dat man, ze noemen hem nog altijd de als gamer met één man hand. Is misschien, ja. Ja. Ik bedoel, het is de gamer met één hand. Dus. Zijn achternaam is Pagaslaan. Ja, het is één en al fappen bij die man. Dit is selfplay. En anders, hij heeft al een vriendje nu, hè, dus. Ja. Kijk, als hij een vrouw wordt misschien. Ik denk oprecht, ik zie Jordi er nog wel vooraan dat hij dat vriendje gaat dumpen voor een of ander transgender jonge meisje ding waarvan je denkt, is het nou een man of een vrouw? Precies. Dus ja, er is een kans dat Jordi een vriendin krijgt, maar niet vanaf de geboorte een vriendin. Maar mensen weten ook niet dat hij met Jeff een relatie had, toch? Wel? Nee, is dat naar buiten? Nee, ja, nee, volgens mij niet. Maar kijk, het primeurtje dan? Als het niet naar buiten is, knip het er wel uit. Ja, beter eruit knippen dit. Sorry. Over Jeff gesproken, iemand vraagt, gaan jullie nog vaker stagiaires aannemen? Jazeker, ja. Als jij stagiair wil worden hier, dat kan heel makkelijk, ga naar www.craigslist.com. Vul daar al je naam in, je adres, je telefoonnummer, wij checken het en we komen erop terug. En mocht je een meisje zijn en je wil stage lopen, mijn Snapchat is Bardo Allen, stuur een naaktfoto op en ik ga serieus kijken wat ik voor je kan doen. Ik kan ook een kleine meisje kijken. Dan ga je het overleven. Ja, precies. Dan, waarom is drugs slecht voor je? Vraagt Colin WhatsApp. jij gaat direct voor zitten om te beantwoorden. Ja. Jury, geef Thomas de ruimte, dit is... In principe is alles slecht voor je als je het niet met mate doet. Dus het is belangrijk dat, wil je experimenteren met drugs, dat je het in kleine mate doet. En dat je precies weet wat je doet. Belangrijk. Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Oh, dat was een mooi moraal antwoord. Kom, we gaan weer terug. Ja, dat is een heel mooi moraal antwoord. Als je helemaal op de hoogte bent wat je in je lichaam stopt, maar vaak als je eenmaal weet wat het is, dan doe je het niet precies. Eens meer. Precies. Dat moet klopt je helemaal. Zo, Bart, ben jij gevallen. Ah man, dit is wel een stukje lelijk geworden. Maar goed, Fabi vraagt, wat is de mening van jullie over Belgen? We hebben een Belg achter de camera momenteel. Ja, kom er maar bij. Hij komt er nu bij. Kom maar hier. Als we iets fout zeggen, dan gaat hij ons... Hij doet zijn shirt eruit. Dit past dus niet. Nee, je moet echt, het wel even op de echt een dingetje. Kom maar gewoon even. Ga maar zitten. Ja, precies. Ja, echt top volop. Dit is een Belg, weet je. Dit heeft gewoon alle ruimte in beslag. Dat is mijn mening erover. Super intelligent. Echt grappig. Ja. En het parlement, hoe heet ze toch? Regering. Politiek. Albert Verlinde was echt Europa. Was leuk in die ene film. Goed. Ja. Nice. Ja. Dankjewel. België. Ze hebben lekkere wafels. En zo hebben we. Ja. En patat. België. Mooi. Ja, hij is weg jongens. We kunnen nu weer kut. Fijn. Zeg dat echt. Assam, oftewel Samsung 1 vraagt, heeft Bardo Ellis zijn eigen zwaartekracht? Wat? Ik denk dat de vraag is, heeft Bardo Ellis wel eigenlijk zwaartekracht? Alles met massa. Hij is zo groot dat hij aantrekking is. Oh ja, dat is ja, geen idee dan. Alles met massa. Dat is echt mee. Top? Nee, vraag. Ja? Klopt. Ik denk dat Rick hier boven mee is. Dus, spentje nummer 69, oftewel koop/stikje Ellen. Vraagt, wanneer komt er een nieuwe video met Gerard Joling? Is er überhaupt wel eens een video met Gerard Joling geweest? Was wel leuk zijn. Het is Banjo Town. Iedereen. Het is... Nou, Geer, als je kijkt, we weten dat je kijkt, of krijg je niet te vragen. Of voor. Bel ons gewoon even. Ja. Ja. Want we zijn ook allemaal homo. We willen wel eens een keertje. Wow, ik schudde ja al. Ik zeg zo, oh, Serpentje 69 heeft trouwens echt super veel vragen gestuurd. Dankjewel voor het allemaal negeren. Dankjewel, geen probleem. Jeffrey vraagt, wat voor spin moet ik doodtrappen als ik bij Banjo Update moet ik sokken aan op blote voeten? Zo, dat je even helemaal verkeerd. Ja,
Ik even was alle taal is verbreid nou, uit je brein. Ja, je kan mij in wat geval, is de vraag nou eigenlijk? Wat voor spin moet ik doodtrappen? Als en... ik bij Banyotaan wil en moet ik sokken aan of op blote voeten? Dat is de vraag. Oké, okay, ik denk dat je zo'n miniatuurspin moet vermoorden, want daar zijn mensen echt enorm bang voor. Als voor spinnen. Ja, zo groot is ook niet. Nee, hele kleintjes zijn zo bang voor. Nou, ik niet. Zwarte ja, zeg maar, weduwe. Als ik mijn broek uitdoe, dan schrikken ze altijd. Dus ik denk dat ze over een klein spin. Snap je? Gelukkig waait het niet. Nee, precies. Oké, okay, volgende weg. Dus nee, hij heeft helemaal geen antwoord gehad op zijn vraag. Ja. Zwarte weduwe, blote voeten. Klaar. Wat? Easy access. Dat is wel eenmaal. Iemand vraagt aan Rick Broers, wanneer komt Fallout online? Ja, Rick. Rick. Rick, wanneer komt Fallout online? Welke Fallout? Weet ik niet. Zat gewoon, wanneer komt Fallout online? Vanavond. 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 Ja, vanavond. Je hoort het hier vanavond. Live, hier woensdag. Vanavond. Oké, okay, dit is allemaal vraag voor Rick. Moet je daarmee? Wat vinden jullie het kutste aan Banyotown? Nee, de vraag is fout geformuleerd. Wat vinden jullie niet kut aan Banyotown? Zelf. Die gozer die met zijn jasje over de camera heen staat. Om te zorgen dat er geen wind bij de microfoon komt. Lekker hoor. Wat vind ik niet kut aan Banyotown? Soms is het best dagen wat Thomas er niet zijn. Soms is het best wel grappig. Soms ook niet. Ja, tuurlijk. Er zit hier een video te doen. Gaat de camera wel even zat te kijken. Bardo is achter de camera en mij voor de camera gaat helemaal fout. Onze antwoorden zijn zo niet interessant. Nee, we hebben halverwege weg. Wegpand. Zouden ze Mars ook op aarde eten? Zouden ze op Mars ook aarde eten? Nou, ze hebben geen aarde op Mars. Foto van een Mars erbij. Haha, ik ga weer weg. Hij vindt ik wel gelijk. Als je een Pepper of Lex account zou hebben, wat zou je bio zijn? Wat is een bio? Ja, die vraag krijg je altijd op Instagram. Wat is een bio? Ja, dat is echt de link staat in de bio. Wat is een bio? Gebruik je geen social media? Biologie toch? Ja, ja zeker. SAK. Ja, zullen we anders de video afronden? Ja, ik vind dat altijd zo gek. Oh, in het nieuws altijd zeg maar AK-47 dat er is geschoten. Maar hoe kan je met aardrijkskunde les? Ja, 47 aardrijkskunde lessen die gaan echt niet op de pijn hoor. Ik weet het niet. Ik vind het ook moeilijk. Ik bedoel, ik heb een Wii gekocht, maar ik dacht dat het wiskunde was. Nee, ik snap het niet. ja, die was goed. Die was scherp, hè. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer vooral hier beneden. Kijk in de videobeschrijving hier beneden. En mocht je Rick zoeken, die zit hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week vrijdag. Later!